Hoeveel moet er komen? 440. Ja? Dat is goed, zullen die wel. Dat is goed. Shirtjes uit, de schoenen blijven aan. Er ligt altijd spijkers en dergelijke. Houd je schoenen aan, mits je van de zeepelling af mag, of hiervoor op het zeil zo meteen. Dan trek je je schoenen uit. Op het veld waar wij de honken bouwen, houden je je schoenen aan in verband met spijkers en dergelijke. Dan gaan wij zo beginnen met de opening. Ja, ga maar zitten. Dan is dat. Mijn heb ik ze al gezien en is ook maar 14 uur van de partij. En meer kiep, meer kiep, meer kiep. Ja, ik heb het weer plezier. Jij wordt gezond van, want je leeft in de natuur. Dus zo spannend zou het niet zijn, nee hoor. Het is hier gewoon gezellig. Zeg maar voor de nieuwe die ons nog niet kennen, zal ik ons even voorstellen. Mijn naam is Oma Fientje. En dat zijn mijn nichtjes, Doree en Lufa. En die zijn dol op zingen. Ja, dat vinden ze echt leuk. Ja, dat vinden wij zo leuk, leuk, leuk. En wij liggen in een deuk, deuk, deuk. Met plezier, zie, zie, aan de zwier, zwier, zwier. Met plezier, zie, zie. La, 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 wel zo gezellig. Oh ja, wat bij de kindervakantieweek, hè, daar hebben ze echt de allerlekkerste pannenkoeken. Oh ja, ja, en weet je wat ze ook hebben? Lekkere frietjes. Oh, en lekkere kroketjes. En frikandellen met mayonaise. Ja, ja, die kop, maar die koffer is erg zwaar. Oh, hebben we dat weer? Kom, ik zal je helpen. Jeetje, het is echt zwaar. Oh, ze zijn er bijna. Ze zijn er bijna, ze zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Papa Mora, onder de douche, appelmoes. Frikandel, speciaal en boterkip en bitterballen. Tompoezen, nee, soesjes, ijsjes. Dames, 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 dames. Rustig, hè. Oh. Zeg, kijk, kom maar een beetje naar voren. Dit is mijn lieve vriendje Babbel. Hij is mijn papegaai. En dat daar, dat is professor Wijsneus, die net mee met de koffer. Ja, zeg maar, Babbel, je had je koffer ook gewoon daar kunnen laten staan. Ja, dat zei ik ook al, hè Babbel? Maar, oma Fientje, dat wilde hij weer niet. Nee, 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 oma Fientje, die laat ik daar niet staan. Die bewaak ik zelf. Want er zitten hele belangrijke spullen in die ik absoluut niet mag verliezen. Belangrijke spullen, wat zit er dan in? Nee, 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 oma Fientje, dat vertel ik niet. Dat is geheim. Oh. Anders is de koffer straks nog verdwenen. Nou, ik denk het niet hier, hoor. Niemand die jouw koffer meeneemt, hoor. Maar ja, goed, dan moet je het zelf weten. Dan ga je er wel zelf mee sjouwen, hoor. Niemand anders doet dat voor jou. Oké, prima. Zeg, welkom, professor Wijsneus. Fijn dat u er bent. Dankjewel. Ik ben ook heel blij dat ik er ben. Het was een hele lange reis. Ja, dat zal best vanuit Fantasieland.
Maar goed, professor Wijshuis is hier om ons de weg te wijzen, want hij weet de weg over heel de wereld. Klopt toch, hè, professor Wijshuis? Ja hoor. Hij blijft timmeren. Bent u iets aan het zoeken? Ja, geldt het toch? Mijn leesbril. Nee, ik ben niet gek. Nee, dat bedoelde ik niet. Ik op uw hoofd. Op mijn hoofd? Wat? Waar? Uw bril. Mijn bril? Ja. Zeg maar, dan wil ik toch wel eens even weten of u het allerkleinste, zeg maar, hoe wijst u ons eigenlijk de weg vooruit? Vertel maar dat eerst eens. Ja, ik ben nog wel een beetje ouderwets. Ik gebruik nog wel een ouderwetse wereldkaart. Ja, maar dat vind ik veel fijner als zo'n Tim. Nee. Tom. Zo'n ding dat alles tegen je zegt, die ik soms maar half kan verstaan. Oké, nou ja, mij maakt het niet uit hoe u het doet. Maar kunt u dan ook het allerkleinste, een van de kleinste landen ter wereld, dus Nauru, kunt u die dan ook vinden op zo'n kaart? Ja hoor. Ja, laat me eens eventjes zien dan. Aha, heb eens. Mag je heel veel aan? Ik ben benieuwd. Ik kom. In Micronesië. Een grote groep kleine eilanden op de grote oceaan. Nou. Oh, oma vriendje. Gaan wij nu op vakantie? Oh, ja, wij gaan op vakantie. Naar Italië. Naar België. Nee. We gaan naar Italië, want daar hebben ze ijsjes en pizza en mooie mannen. Nee, we gaan naar België, hè, oma Fientje? Want daar hebben ze Belgische friet en Belgische mayonaise en Belgische bonbons. En ook mooie mannen. Ha, welke mooie mannen dan? Nou, manneke vis. Mooie man, we gaan naar Italië. Nou, hij is anders heel mooi. Waarom heb ik haar naar België? Nee, Italië! Samen. Zeg, luister eens, als jullie zo doorgaan, dan gaan jullie naar huis. En deze kinderen allemaal, die gaan met ons mee een reis rond de wereld maken. En dan kunnen die kinderen allemaal zeggen tegen jullie. De. Gaan jullie dan? Zo. Jongens en meisjes, en vooral ook de leiding, let goed op. Opdracht 1. Als het goed is, hebben jullie een paspoort per groep ontvangen. Hierin gaan jullie van alle landen op de kinderburg stempels of opgeschreven symbolen of tekens. Kijk maar wat je wilt geven als leidinggevende. Hebben jullie toevallig een stempeltje, neem je die mee en anders gewoon met een stift van de pen aan het kaarten. Dat is de bedoeling, want we gaan een reis rond de wereld maken. Dus voor jullie in het paspoort moeten verschillende landen komen. Dus je gaat elke groep langs en je vraagt om een stempel. En vrijdag bij de afsluiting leveren jullie die in. En dan wordt er gegrabbeld en één is dan de winnaar. Oh, ik ben hier. Nee hoor, jij mag niet meedoen met het opdracht. Maar goed, opdracht 2. Een hele belangrijke. Elke groep maakt verplicht een vlag van zijn land. De vlaggen die zitten bij jullie al in de kist en die moeten ingekleurd worden. Met stift of met verf, maakt niet uit. Maar maak een vlag die bij je land hoort. En let op, er mag er maar eentje gemaakt worden. En die moet uiterlijk dinsdagmiddag moet die klaar zijn en bij je hut hangen. Die hangt daar dag en nacht. Goed zichtbaar. Want een land zonder vlag is geen land. Dus let op kinderen dat jullie dat doen en dan een vrijdag zijn alle vlaggen hier bij de afsluiting. Want anders krijg je geen toegang. Maar dat komt wel goed volgens mij, want die leiding van jullie zijn allemaal slim. Het is wel een beetje streng, hè? Maar goed, het is ook wel weer leuk. Dus ik hoop dat het duidelijk is. Zo niet, er komen bij de tent komen de opdrachten te hangen.
Dus dan kunnen jullie het wel een keertje nakijken. Voor oma Vientje, zei hij. Hij moet iets doen als inspecteur Slimpy met een S voor de keizer. Voor de keizer? Ik vind het best wel spannend, want voor de keizer dan zal het toch wel heel belangrijk zijn. Lieve oma Vientje, de keizer van Japan heeft me gevraagd of ik voor hem de meest gezochte bandiet, boef, landeigenaar TK wil opsporen. Opsporen. Hij is ontsnapt en heeft hun vlag veroverd, zodat Japan nu geen officieel land meer is. Hij wil alle vlaggen van alle landen over de hele wereld weghalen, zodat hij baas kan worden van heel de wereld. Hij is meester in zich vermommen en niemand weet wie hij is. Het enige wat hij achterlaat is een teken, zie andere brief. Dit is het teken dat TK de bandiet achterlaat. Dus jongens, als jullie dit teken zien, dan weten jullie dat hij in de buurt is. Dus dat is zo. Oh, blijkt hij niet. Oh, gelukkig. Hij blijkt niet zo gevaarlijk te zijn, maar hij houdt vooral van spelletjes spelen en wil altijd winnen. Let dus allemaal goed op jullie vlaggen. Ik hoop zo snel mogelijk de bandiet TK te pakken. Hij, oh, dat is wel heel fijn. Hij is nu nog niet in de buurt. Ik kom zo snel mogelijk jullie kant op. Groetjes en alle lieve kinderen en vrijwilligers. Een perfecte sleepy met een S. Hebben we nu op vakantie, jongens? Wat ik nog ja, eindelijk! Op vakantie! Ja, even voor Italië! Let op dat je niet met elkaar de hout achter je nek slaat. Doe het voorzichtig, want ook als een groep heel veel hout heeft en een andere groep heeft bijna niks, komen we toch bij jullie wat hout halen, zodat iedere hond ongeveer evenveel hout heeft. Dus doe het rustig aan en alleen de kinderen gaan het hout halen. Ik ga zo meteen sluiten en dan gaan we rustig ons hout verzamelen. Jongens, dan gaan we aftellen. 3, 2, 1. Alleen de kinderen gaan het hout halen. Aspirant is ook leiding. Aspirant leiding staat in het boekje, dan ben je leiding. Alleen de kinderen pakken hout, ook geen hulpleiding. Kinderen halen hout, geen hulpleiding, geen aspirant hulpleiding, alleen de kinderen halen het hout. Je mag even de leiding steunen als een kind van je moet, maar leiding pakt geen hout.
Jongens, je kunt ook in termijnen hout halen. Hè? Als je genoeg hout hebt, ga beginnen met bouwen. Neem straks een stukje hout. Yeah.
Bye.
Ja, het zou goed kunnen dat hij nou opzit, want wij op waren de grondigheid af. Dankjewel. Dat is een beetje moeilijk. Kijk even uit waar je eruit doet. Gewoon niet heel zin. Precies zo. Groep nummer 1. Hoop jullie mogen zoeken. Alsjeblieft jongen. Dankjewel. Lekker buiten kijken. Was wel even fijn, hè? Ik heb nog een groep daar. Ik ga